Willem Elschot was een bakkerszoon uit Antwerpen. Bij zijn geboorte heette hij Alfons de Ridder. En hij leende zijn schrijversnaam van Willem die Madokken maakte, de mysterieuze schrijver van Reinhard de Vos, en van het Helschotbos in Herselt. Helschot, daar bracht hij vaak zijn vakanties door bij zijn oom. Zo, dat weet u ook alweer als u ooit meedoet aan een literatuurquiz. Willem Elschot was eigenlijk een schrijver na zijn uren. In eerste instantie was hij een succesvol zakenman. En hij had ook zijn eigen reclamebureau, waarmee hij onder andere de almanak der kroostrijke gezinnen uitgaf. Maar zijn business belette hem niet om enkele prachtige gedichten te schrijven. Waaronder Aan mijn moeder, waarvan het manuscript hier in het Letterenhuis wordt bewaard. Mijn moederke, ik kan het niet verkroppen dat jij gekromd, verdroogd zijt en versleten. Zoals een pop waarin een hart zou kloppen, door het volk bij het heengaan in een huis vergeten. Ja, die denkt aan zijn moeder, hè. Ja. Die denkt aan zijn moeder, zoals wij misschien allemaal aan moeder denken. De moeder die eigenlijk aan het wegkwijnen is en dat de kinderen de aftakeling zien. En dat ze dan te horen van... Het zal de laatste adem zijn die wordt uitgeblazen. Zo is heel gevoelig. Ik zie u knoken door uw kaken steken. En diep uw ogen in het hoofd gedrongen. En ik ben gans ontroerd en kan niet spreken. Wanneer jij zegt, kom, zit aan tafel, jongen. Daar in de verte wordt een put gegraven. Ik hoor zo goed het ploffen van de kluiten. En achter het huis zie ik een schimme draven. Hij staat waarachtig reeds op haar te fluiten. Kom in, meneer, ik stel u voor aan moeder. Volgens mij is dat de dood. Dat omschreven wordt als een persoon. De dood. Pietje de dood. Ah ja. Je doet zo, kom jij maar terug, want het is uw tijd. Vrees niets, kindlief. Al heeft hij naakte benen, hij is een vriend. Een goede vriend, een broeder. Hij is niet ruw, hij wandelt op de tenen. Dat kan voor sommige mensen natuurlijk ook een vriend zijn. Ja? Ja. Want voor sommige mensen komt het einde wel eens te laat. Ik heb mijn eigen vader wel dat horen zeggen van... Waarom is zijn moeder komen halen en mij nog niet? Het is raar, hè? Dat is genetica. De ene is een grote zandloper, de andere is zo'n kleintje. Niet eerlijk, hè? Tot weerziens dan. Ik kom vannacht of morgen. Jij kunt gerust in onze vader lezen. En zet uw muts wat recht. Hij zal wel zorgen dat jij geen kou vat en tevreden zult wezen. Onze Willem. Dit café ruikt naar Willem Elschot. Ja, en wat is de geur van Willem Elschot? Warm. Een warme, zoete geur. En bedronken. Ja, dat is een Bourgondier natuurlijk. Hij is daar ook aan gestorven. Hè? Ja. Willem Elschot zette graag een stapje in de wereld. En dit café, Quinten Matsijs, het oudste café van Antwerpen, was een van zijn stamkroegen. Een ideale plek dus om een van zijn verzen te plakken.